Welkom bij Ruimtemeetkunde, hoofdstuk 3.2. In dit hoofdstuk gaan we het hebben over het snijpunt van een lijn en een vlak. Dus in de vorige video hebben we gekeken hoe je de snijlijn bepaalt van twee vlakken. En nu gaan we echt specifiek kijken naar het snijpunt van een lijn en een vlak. In het eerste voorbeeld hier zien we een balk en daarin een vlak ACF. Het vormt dus weer een driehoek als doorsnede in die balk. En we hebben de lijn BH, die gaat daar doorheen. Maar ja, waar gaat die er precies doorheen? Het is niet in die bovenste lijn, want die bovenste lijn, deze rode lijn, die ligt in het voorvlak. En de lijn BH, die gaat daar helemaal niet door. Die gaat er wel door, maar dat is in punt B. Dus dit is geen snijpunt en op dezelfde manier is die onderste geen snijpunt. Want dat zit in het ondervlak en die lijn BH, die zweeft daar nog boven het ondervlak, als het ware. Dus waar gaat die dan wel doorheen? En dat is best moeilijk te zeggen. Als je het nog abstracter bekijkt en je hebt gewoon een of ander oppervlak. Ik teken nu maar even een soort ellips, maar denk er maar over na alsof het een heel oppervlak is. En je hebt een of andere lijn die daar doorheen gaat. Iemand zegt je dat ergens een snijpunt heeft. Dan weet je helemaal niet waar dat gebeurt. Het zou best een keer hier kunnen zijn. En dan kun je deze lijn nog wel zien. En dan stippelt die voor de rest door. En op deze manier kun je het eigenlijk wel zien waar die er doorheen gaat. Maar je kunt van tevoren niet bepalen waar dat precies is als je geen extra informatie hebt. Maar in zo'n balk hebben we zeker wel extra informatie. De lijn BH ligt bijvoorbeeld in het vlak BFHD. Dus als we dat hele vlak er nou eens bijtekenen, wat kunnen we dan daarmee doen? Dus we hebben zo'n schuin vlak. En ik zal proberen om consistent te zijn met stippenlijn. Het schuin vlak in de balk. Loopt van voor naar achter. En dat hele vlak heeft natuurlijk een snijlijn. Met dat andere vlak. En die kunnen we nu op zich best maken. Want we hebben hier een snijpunt in het grondvlak. Al even in het blauw doen. Dat is eigenlijk het midden van het grondvlak. En het punt F is ook gemeenschappelijk. Dus we hebben hier een blauwe lijn in het rode vlak. Die helemaal in het rode vlak ligt. En ook helemaal in het gele vlak. Dat is de snijlijn van die twee vlakken. En als we nu focussen op het vlak BFHD. Op het gele vlak. Dan liggen zowel die blauwe lijn als die stippenlijn. Daarin. Dus dit snijpunt is echt een snijpunt. Snijpunt van de blauwe en de gele stippenlijn. En dat is dus ook precies waar de lijn BH door het vlak ACF gaat. Dus eigenlijk zie je hier weer al een algemene algoritme om zo'n snijpunt te bepalen. Als je een lijn en een vlak hebt, dan breng je een extra vlak door die lijn aan. Een slim gekozen vlak. Zodanig dat je de snijlijn kunt construeren van die twee vlakken. En vervolgens is het gezochte snijpunt het snijpunt van die twee lijnen. Kijk een iets ingewikkelder voorbeeld. Een piramide ABCD, de top T. En we hebben ergens een punt Q hierachter en een punt P hiernaast. Laten we die maar P noemen. Oh, dat is een beetje lastig omdat ik die al P heb genoemd. Nou, dan noemen we deze R. We hebben een vlak door die piramide en de doorsnede is al getekend. Dus we hebben een redelijk idee van hoe dat vlak loopt. En gevraagd is nu het snijpunt van de lijn TP met dat vlak. En dan moet je eigenlijk eerst weten waar P überhaupt ligt. Ligt dat in het voorvlak of ligt dat in het grondvlak? Het gegeven is hier dat het in het grondvlak ligt. Dus die lijn TP gaat ergens door dat vlak heen. Waar gebeurt dat? Nou, kies weer een slim vlak uit. Dus bij voorkeur natuurlijk waar T en P al in liggen. Wat is een slim vlak? Bijvoorbeeld TPB. Wat kunnen we daarmee doen? Nou, wat willen we graag doen? We willen de snijlijn maken van TPB en het gegeven rode vlak. Oké, nou P is geen gemeenschappelijk punt. Dus je kunt niet zomaar alvast daarmee beginnen. Laten we eerst gewoon proberen om die snijlijn te maken. B is bijvoorbeeld wel een gemeenschappelijk punt. Dus we kunnen in het grondvlak de lijn PB tekenen. Dus hoe krijgen we de snijlijn van het vlak TPB en het grondvlak? Dus gaan we zo van T naar B. En dat gaat natuurlijk hier verder. En ergens krijg je dus een snijpunt met de onderkant van de piramide. Met de ribben AD. Dus dat vlak TPB loopt daar een beetje schuin doorheen. En je kunt deze stippenlijn dus ook tekenen in het zijvlak. Dus dan heb je dit punt en dit punt. En daar ligt P ook in. En nu heb je in het vlak ADT
een snijpunt van het gele vlak en van het rode vlak. Maar B was ook al een snijpunt. Dus de snijlijn van die twee vlakken is de lijn door dit punt. En laten we het maar een naam geven, bijvoorbeeld S. En dan noemen we deze eventjes G op de grond. Oh. G. Dus de lijn SB ligt in het vlak TGB. TPB. Dus die kunnen we tekenen. Ook weer met stippenlijnen doen. Het gebeurt eigenlijk allemaal binnen de piramide natuurlijk. Maar nu hebben we hier opeens een snijpunt. Is dat echt een snijpunt? Zeker, want dit is de snijlijn. Die ligt in het vlak BGT. En de lijn TP ligt ook in dat vlak. Dus in dat vlak heb je nu echt een snijpunt gevonden. En dat is precies waar de lijn TP door het vlak ABRQ gaat. We gaan eens kijken naar de verwerkingsopdracht. In opgave 14 hebben we te maken met een kubus die weer in zo'n X, Y, Z assenstelsel is getekend. Grondvlak ABCO, bovenvlak EFGD. Verder is er een punt S gegeven in het grondvlak. Nou, dat moet dus weer gegeven zijn dat dat in het grondvlak ligt. Want anders zou het best wel in het voorvlak kunnen liggen, bijvoorbeeld ABFE. Maar nu ligt het dus echt in het grondvlak. Dan is de lijn DS getekend, die dus schuin naar achter loopt in die kubus. En daarop is een punt P gekozen. Die ligt zomaar ergens. Ik weet niet dat dat in het midden is of iets dergelijks. Die ligt daar gewoon. En wat gaan we beschouwen? De lijn CP. De lijn door C en P. En die lijkt het zijvlak ergens te snijden. Dus ik teken hem even helemaal met stippenlijntjes. Omdat ik eigenlijk nog niet precies weet waar die uit de kubus komt. Dat moeten we juist bepalen. Dus gaat dat snijpunt hier bijvoorbeeld liggen, of hier, of ligt het misschien zelfs buiten de kubus? Dat zou allemaal kunnen. Dus waar snijdt hij het XZ-vlak? Dat is het vlak waar ook de zijde AODE in ligt. Wat gaan we doen? Nou, we proberen een vlak aan te brengen door C en P. En we proberen een snijlijn te zoeken met het vlak waar we uiteindelijk doorheen moeten. Dus met dat zijvlak. Dus wat is nou een verstandig vlak om te kiezen? Nou, bijvoorbeeld DSC. Want daar ligt de lijn CP in, daar ligt de lijn DS in. En dan kunnen we kijken hoe dat vlak precies de zijkant snijdt. Eén gemeenschappelijk punt weten we al, dat is namelijk D. Die ligt zowel in het zijvlak als in het vlak dat we nu gaan aanbrengen. We weten nog meer over dat vlak, namelijk de lijn CS, die ligt op de grond. Dus als je die lijn doortrekt, dan moet die ergens de X-as snijden. Dus laten we dat de eerste keer doen. Dus de lijn door S en C, zo, die gaat de x-as ergens snijden. Dus hier kan ik hem gewoon doortekenen. Eigenlijk door waar ik de letter A geschreven heb. Dat is een beetje jammer. Maar hier vinden we een snijpunt. Dus nu hebben we hier een snijpunt en daar een snijpunt. Dus die verbindingslijn, dat is de snijlijn van dat vlak. En het xz-vlak. Dat moet ik hier dus eigenlijk weer stippelen. Totdat hij hier uit de kubus komt. Oké. Dus nu heb ik hier de snijlijn gemaakt van die twee vlakken. En de lijn PC ligt daarin. En de lijn, nou, dit punt, hè, laten we het maar eventjes R noemen bijvoorbeeld. RD, die ligt ook in dat vlak. Dus wat we hier hebben gemaakt is daadwerkelijk een snijpunt. En het snijpunt vindt dus plaats in de zijkant van de kubus. Bij opgave 15 is gegeven een piramide. Grondvlak ABCD en dat is een rechthoek. Dat is gegeven. En top T. En verder hebben we twee punten P en Q op de ribben CT en AT. Die liggen daar zomaar ergens. Bij vraag A wordt er gevraagd naar de snijlijn van vlak CDP en ABT. Nou, CDP die liggen allemaal in dat zijvlak. Dus dat is gewoon dat zijvlak zelf. ABT is het zijvlak dat er tegenover ligt. Dus waar Q ook in ligt. Dus waar ligt de snijlijn van die twee? Nou, in ieder geval hebben ze top T gemeenschappelijk. En het is hier niet zo verstandig om te gaan zoeken naar een ander gemeenschappelijk punt. Want we hebben hier die situatie waarbij twee vlakken gesneden worden door een derde in twee evenwijdige lijnen. Namelijk CD loopt evenwijdig aan AB. Het grondvlak is namelijk een rechthoek, dus in het bijzonder een parallelogram.
Dus die snijlijn die moet ook weer evenwijdig zijn. Want dit is de situatie waarbij je gelijk drie evenwijdige snijlijnen moet hebben. Dus de snijlijn die gaat door top T en die is evenwijdig aan AB en CD. Zo tekenen. Evenwijdig aan AB en CD. Dan hebben we zo de snijlijn te pakken. Voor de tweede vraag kijken we naar BCQ en ADT. BCQ, dat is dus een vlak dat hier zo begint en zo naar achter gaat door de piramide heen naar het punt Q toe. Nou, die gaan natuurlijk hier dat achtervlak nog op een andere manier snijden. Hoe vinden we nou die snijlijn? Nou, we hebben zo'n redenering eerder gedaan. Namelijk de vlakken BCT en ADT, die worden allebei gesneden ook weer door het grondvlak in twee evenwijdige lijnen, namelijk BC en AD. Dus de snijlijn van BCT en ADT, die moet ook weer evenwijdig zijn. En ik ga dat nu even losjes tekenen, want die lijn hebben we niet per se nodig. Maar dat is dus een lijn door T die evenwijdig loopt aan AD en aan BC. Dus hoe zit het dan met BCQ? Nou, als je BCQ bekijkt en BCT, die snijlijn weten we al. Dat is namelijk gewoon BC zelf. En dan natuurlijk het verlengde daarvan. En als die informatie weer combineert met dat achterste vlak, ADQ, of ADT, waar Q ook in ligt, dan heb je weer te maken met drie vlakken met twee evenwijdige snijlijnen. Dus die derde snijlijn moet ook weer evenwijdig zijn. Korter gezegd, de snijlijn moet door Q en die is evenwijdig aan BC en AD. Ja, dus ziet er ongeveer zo uit. Hè? En dat is dus ook weer dezelfde soort evenwijdigheid. Ik heb hem nu eventjes niet gestippeld getekend, maar die ligt van achter natuurlijk. Hè? Dus dat is de snijlijn L. Hier hebben we L en hier hadden we K. Derde vraag. CDP en BCQ. CDP, dat is weer dat zijvlak. En BCQ is het vlak wat we eigenlijk net getekend hebben. We kunnen hem eigenlijk helemaal afmaken. Want als we dit punt met C verbinden, door het zijvlak, en dit punt met B, we willen weer een stippenlijntje gebruiken, dus dit moet eigenlijk ook een stippenlijn zijn. Als je het even netjes doet. Dan is dat hele vlak BCQ, dat hebben we eigenlijk al getekend. We kunnen het even arceren voor de duidelijkheid. Zo. Maar natuurlijk alles daar binnenin ook arceren. Dus het loopt daar zo mooi schuin naar achter doorheen. En de snijlijn, die hebben we dus eigenlijk al. Dat is de lijn die C verbindt met dit punt. Laten we het maar eventjes R noemen bijvoorbeeld. Die ligt in CDT en die ligt ook in BCQ. Dus dat is lijn M. Zo. Laatste vraag. Het snijpunt van een lijn met een vlak. Dus van M met ADT. Nou, en als we goed kijken in onze afbeelding, dan hebben we die dus ook al. Dat is gewoon punt R. Dus eigenlijk had ik die S moeten noemen. Zo. In opgave 16 hebben we te maken met een piramide. Deze keer met een vijfhoekig grondvlak ABCD. Top T, P op de ribben AT, R op de ribben DT. En Q ligt zomaar ergens in het voorvlak BCT. Dat moet gegeven zijn, want anders zou Q bijvoorbeeld best in het grondvlak kunnen liggen. Gevraagd wordt de snijpunten van QR, PR en PQ met het grondvlak. Nou, het zijn allemaal punten die niet op de grond liggen, dus we moeten hier echt snijpunten van lijnen maken. Laten we beginnen met PR. Welk vlak zou nou handig zijn? Het vlak ADT, want daar liggen ze allebei in. Je kunt ook zeggen het vlak TPR. En daar liggen A en D dan ook in. Die liggen op de grond, dus je kunt ze verbinden en dan heb je de grondlijn van dat vlak. Ik pak even een langere liniaal, want ik wil hem graag aan de linkerkant doortrekken. Waarom aan de linkerkant? Omdat het lijkt alsof PR daar ook ergens naartoe gaat. Dat gaat een snijpunt hebben. Dus deze, die stippelen we zo verder. Gaat natuurlijk ook verder aan deze kant, maar dat gaan we niet echt nodig hebben. Dus dat is de grondlijn van het vlak TPR. We kunnen dus PR daar ook mee verbinden. Dat gebeurt in hetzelfde vlak. Dus die moeten echt een snijpunt hebben. En zo te zien gebeurt dat ongeveer
Hier zo. En hier stippel ik hem weer, omdat dat eigenlijk in de piramide plaats zit. Dus dit snijpunt is het snijpunt van de lijn PR met de grond, met het grondvlak. Maar die andere, die zijn een beetje lastiger, omdat Q niet op een ribben ligt. Dus hoe gaan we daar dan mee om? Dan moeten we een slimmer vlak uitkiezen. Kijk bijvoorbeeld naar de lijn PQ. Dat zou ergens de grond moeten snijden voor de piramide. Dus hoe vinden we nou dat punt? Bekijk het vlak door T, P en Q. Nou, daar ligt bijvoorbeeld het punt A ook in. En als je de lijn TQ doortrekt, dan moet dat ergens natuurlijk ook de grond snijden. Dus TQ, die liggen in het voorvlak, dus we weten waar dat de grond snijdt. Dat is namelijk op de zijde, op de ribben BC. Dus TQ, gaan we even in het geel verder. En die lijn hoef ik eigenlijk niet te stippelen, want dat is gewoon in het voorvlak. Dus we vinden hier een snijpunt met de grond. En die ligt dus ook in het vlak TPQ. Ja, de lijn TQ ligt daar gewoon in. Dus we hebben hier een punt op de grond. We hebben hier ook een punt op de grond. Als ik die dus verbind, dan krijg ik de grondlijn van het vlak. Zo. Hier weer zo verder. Hier weer stippenlijntjes. En hier gaat die zo verder. Maar het ging om het snijpunt van de lijn PQ met de grond. Dus nu kan ik, omdat dat gele vlak dus één vlak is, kan ik P met Q verbinden en dat snijpunt is echt een snijpunt. Dus die wordt hier ook weer gestippeld in de piramide. En buiten de piramide is het een doorgetrokken lijn. Dus dit punt ligt daadwerkelijk weer op de grond. Dat is het snijpunt van PQ en het grondvlak. Nou, ten slotte hebben we er nog R en Q. En dan kunnen we iets vergelijkbaars doen. Dus we kiezen het vlak TRQ. Nou, en waar TQ de grond snijdt, dat weten we al. Dat was dit snijpunt. Waar TR de grond snijdt, dat weten we ook. Dat is gewoon punt D. Dat zit op een ribben. Dus we hebben dit punt en dit punt. En die gaan de grondlijn vormen van het vlak TRQ. Dus je kan hem weer verbinden. Zo. Hier weer zonder stippenlijn, hier in de piramide met een stippenlijn verder. En natuurlijk gaat die aan de rechterkant gewoon weer ononderbroken verder. Dus dat is de grondlijn en nu heb ik de lijn RQ, die moet ik daarmee verbinden. Zo, even netjes proberen tekenen. Dit gaat door de piramide heen weer en hier voor de piramide ononderbroken. Vind ik hier een snijpunt. Dus we hebben nu de drie gevraagde snijpunten geconstrueerd. En in de tweede vraag vragen ze, waarom liggen die punten nou op één lijn? Nou, en als je het heel precies getekend hebt, ik weet nog niet of dat bij ons echt gaat kloppen, maar dan moeten die punten inderdaad op één lijn liggen. Dus je ziet hier dat er een kleine discrepantie is, maar hopelijk vergeven jullie mij daarin. Deze punten moeten op één lijn liggen. En waarom moet dat nou per se in theorie? Omdat we natuurlijk gewoon de snijlijn bepaalden van het hele vlak PQR. Dat is gewoon een vlak. En het grondvlak. Dus alle gemeenschappelijke punten liggen op een lijn. Dus die drie punten die we gemaakt hebben, dat zijn maar voorbeelden. Alles moet op een lijn liggen. Ten slotte hebben we opgave 17. Twee abstracte vlakken V en W. Twee punten A en B in V. En een punt C in B. Wat moeten we doen? De snijlijn M van ABC met B. Dus ABC, nou dat zijn natuurlijk drie punten, dus die vormen een vlak. En hoe snijdt dat vlak W? Nou, je kunt eventjes puur voor je intuïtie C met A verbinden. En C met B verbinden. Zo. En dan zie je een driehoekje, een vlakdeel van dat vlak. ABC. Maar dat gaat natuurlijk verder. Dus dat snijdt hier ergens het vlak W. Nou, hoe het V snijdt is duidelijk. Hè? Want we weten al dat de lijn AB gewoon in V ligt. Klein beetje preciezer tekenen natuurlijk. Het kan vast geen kwaad om die lijn te verlengen. We gaan deze lijn verlengen. Zo. Teken nu even geen stippenlijnen, want we zien zogenaamd alles. Zo. Oké. Dus dat is de lijn AB.
En die snijdt natuurlijk de snijlijn van V en W ergens. Die lijn AB die heeft een punt gemeenschappelijk met W. En dat kun je vinden door ook deze snijlijn te verlengen. Zo, en dan vinden we dus een snijpunt. Dat is het snijpunt van de lijn AB met het vlak W. Dus die ligt in W en in het vlak ABC. En we hebben nu hier nog een punt dat op die lijn, op die snijlijn moet liggen. Dus als je deze twee verbindt, dan krijg je de gevraagde snijlijn. Doen we ook weer in het rood. We gaan heel dat vlak rood proberen tekenen. Zo. Okay, dus dat vlak staat gewoon een beetje schuin eigenlijk naar achter in deze configuratie. Verder is gevraagd het snijpunt S van het vlak W met de lijn K door B die evenwijdig is met AC. Oké, okay, dus die hebben we natuurlijk nog niet getekend. AC hebben we wel getekend. En we moeten dus evenwijdig daaraan door B. De vraag is natuurlijk, mag je dat zomaar ook echt evenwijdig tekenen in je plaatje? En dat mag, want ze liggen in hetzelfde vlak. Dus evenwijdig aan AC kunnen we zo door B. Zo. En ik hoop dat het in het echt ook echt een beetje evenwijdig is. Zo. Maar dat moet het dus wel zijn. Dus dat geven we even aan met twee pijltjes. En dit gebeurt allemaal in hetzelfde vlak ABC. En dat rode vlak dat we hier getekend hebben. Dit wat we hier zien, is dus ook echt een snijpunt. Want die lijn, nou laten we dit maar eventjes S noemen. Die lijn SC en B, nou en dan dit. Die liggen allebei in hetzelfde vlak. Dus dat is echt een snijpunt. En het is puur toeval dat dat nu op de rand van W zit. De W had ik best wel groter kunnen tekenen natuurlijk. Maar dit is echt dat gevraagde snijpunt. Dus dit is S en ik heb hier de verkeerde letter gekozen. Dus dan hadden we dit eventjes R kunnen noemen bijvoorbeeld. Dat was opgave 17 en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Volgende video gaan we het hebben over de doorsneden van verschillende vlakken met ruimtefiguren. Bedankt voor het kijken.